Goed, bedankt voor deze stap vooruit op het kademurengebied. Dan gaan we nu kijken naar de rivierdijken, Frans van den Berg. In charge van het dijkversterkingsprojecten van het waterschap Rivierenland. En van oudsher zeer betrokken en bewogen om innovaties op gang te brengen in het ontwerp en de bouw van dijken. En enerzijds moet dat gebeuren via innovatieve contracten voor de aannemers, maar anderzijds kun je het toch niet laten en denk jezelf ook na. En ga je ons wat vertellen over de pipingmaatregelen, want zoals u weet blijkt via de VNK-berekeningen, de veiligheidsberekeningen op probabilistische voet, piping een ernstig bedreigend mechanisme te zijn. En misschien kunnen we dat eenvoudig oplossen met de methode van Frans van den Berg. Dankjewel. Ik zal u wat vertellen over de nieuwe piping inzichten. En ja, eigenlijk ga ik dan richting het verticaal zand in geotextiel. Een oplossing die wij uitgewerkt hebben. En die naar mijn verwachting een goedkope oplossing is om het pipingprobleem op te lossen. Wat u hier ziet is het plaatje nog van Hansje Brinker, hè, in Madurodam. Hier komt ook water uit de dijk en als het zo gebeurt, ja, we maken ons een gauw druk. Maar als het schoon water is, dan is de vraag of hij er wel een vinger in moet steken. Maar als we het over pijping hebben, dan gebeurt er meer. Hè? Dan wordt de dijk ondermijnd. En dat zien we in dit plaatje. Een zandbevoerende wel, waarmee zand uit de ondergrond komt en zo'n mooie krater vormt. Dat zand komt ergens vandaan. En dat kan, wanneer het onder de dijk vandaan komt, tot een pijp leiden die de stabiliteit van de dijk aantast. Bijzonder is hier wel dat die zandbevoerende wel naast de sloot zit. Hè? Want er moet opbarsten plaatsvinden. Ja, je verwacht dat ding in de sloot. Is meestal ook zo. Maar waarschijnlijk is hier een geotechnicus aan het werk geweest die een sondering heeft uitgevoerd. En die moet je dan afdichten en zo, en dat kost geld. Dus hier zie je dat mechanisme pijping voor degene die dat... Ja, dat moeten jullie allemaal weten. Wat eerst moet plaatsvinden is dat het opbarst. Hè. Dan moet aan de binnenkant de afsluitende laag doorbroken worden, de kleilaag. En dan krijgen we een waterstroom die hier naar de oppervlakte komt. Nou, is de stroom te groot, te snel, dan komen de zanddeeltjes mee. En dan krijgen we terugschrijdende erosie onder de dijk door. Wat, als dat verruimd wordt, uiteindelijk leidt tot een dijkdoorbraak. Dat is het probleem waar we het mee te maken hebben. Dat is een beetje een probleem wat we in de praktijk ook zien. Hè. Als het hoog water is, dan zien we in ons rivierengebied op een heleboel plaatsen zien we zand met voerende wellen. En dan beginnen we met zandzakken te sjouwen om die dingen wat op te kisten en zo. Dus het is wel een probleem wat zich in de realiteit ook voordoet. En dat blijkt ook uit studies, hè, die begin van de eeuw uitgevoerd zijn. De VNK-studies waar het bleek dat de pijping een groter probleem was dan we dachten. En later SBW-onderzoek EMW heeft daar toen in 2010 een reportage over uitgebracht. En dat kwam erop neer dat er nog wat, te doen viel. Hè, dat die pijpingproblematiek flink onderschat was. Dat heeft geleid tot een technisch rapport waarin nieuwe rekenregels werden ontwikkeld. Toen wij dat rapport kregen als waterschap, ja, dan ga je kijken van jongens, wat betekent dat nou? Dus we hebben als waterschappen bij elkaar, vijf waterschappen bij elkaar gezegd van laten we eens een analyse uitvoeren wat dat nou voor gevolgen heeft. De conclusie was ongeveer dat in ons waterschap, ik geloof dat driekwart van de dijken niet zou voldoen. Dat is wel een beurscase benadering, dus het zal wel ietsje meevallen, maar toch een behoorlijk groot. En dat die kwelweglengte, dat die wel twee keer zo groot moest worden. Als je dan vertelt bij je eigen bestuur dat zeker een miljard euro zou gaan kosten, en misschien nog wel meer. En dat tegenwoordig de waterschappen toch wel de helft ervan zelf moeten betalen, ja, schrikt men wel. En dan krijg je toch wel de boodschap mee om te kijken of het niet wat eenvoudiger kan. Hier zien we dat het wasprofiel met de kwelweglengte is heel belangrijk. Hè? Dus wat je normaal doet is het vergroten van de kwelweglengte om het probleem op te lossen. Dus we zagen dan dit soort oplossingen. Kwelweglengtes die twee keer zo groot werden. Dus enorme bermen
aan de binnenzijde van de dijk of klei inzetten aan de buitenzijde van de dijk. Dus enorme ingrepen. Zeker als je bedenkt dat hier ook nog huizen, boerderijen en al wat alles voorkomt wat er in ons land aan de dijken staat. Nou, dit is het gebied van het vaderschap waar ik werk. En dan zie je al wat rood is en ook iets wat blauw is. Alleen wat groen is, dat is goed, geloof ik. Dus het betekent nogal wat. Nou, hoe verder? Want toen die consequenties duidelijk waren, is ook in EMW-verband nog eens nagedacht. Hoe dat nou zat. Hè. Zitten we nou echt goed? En de conclusie was eigenlijk van, joh, die rekenregels die kloppen eigenlijk wel. Hè. Dat zit wel goed. En je zou die regels ook toe kunnen passen bij toekomstige toetsen en ontwerpen. Maar er is nog wel wat te doen. Want in die rekenregels worden allerlei parameters gestopt. En daarin kan best wat scherpte gebracht worden. En dat zien we ook, hè, want ik zie hoe dat er soms gerekend werd in het rivierengebied. En kan door meer boringen, meer sonderingen, meer metingen toch de boel minder dramatisch zijn dan je op het eerste gezicht denkt. He, bijvoorbeeld in rekening brengen van intreeweerstand is al zo'n punt. Er gaat toch een hoop druk verloren door de intreeweerstand. En ja, het laatste waar wij ons als waterschap op gestort hebben is eigenlijk van, jongens, hoe kunnen we nou op een eenvoudiger manier die pijpingproblemen oplossen? Hoe kunnen we maatregelen bedenken die niet die 1, 2 miljard gaan kosten, maar veel eenvoudiger zijn? En dan denk je in de eerste plaats aan filterconstructies. Filterconstructies zijn constructies die we ook al toegepast hebben hier en daar in het rivierengebied. En die zijn ook goed toepasbaar. Wat mooi is. Wat helemaal de verkeerde kant op. Het mooie is dat je. Dat rekenregel onafhankelijk is. Hè? Dus die L hoef je niet meer te vergroten. Het water komt hier weer zo'n filter uit. En je zorgt ervoor dat de zanddeeltjes beneden blijven. Maar het probleem hiervan is wel dat er enorm veel kweloverlast ontstaat. Dus je haalt steeds meer kwel de water, de polder in. En in dit soort situaties met hoog water op de rivier, ja, dan hebben we al enorm veel problemen in het watersysteem om het water kwijt te raken. Als het water echt hoog wordt, dan kunnen we niet meer lozen op de rivier. Dus dat moet allemaal in die polder geborgen worden. Dus als waterschap hebben we hier toch wel wat problemen mee. Nou, vandaaruit zijn we gekomen bij het verticaal zand in geotextiel. We hebben gezegd, ja, dat filter wat we daar in die afdekkende laag gezet hebben, kunnen we dat nou niet hier neerzetten. Verticaal in de zandlaag, zodanig dat hier het water moet er dus doorheen stromen en het zand moet die vasthouden. Hier zal nog steeds opbarsten kunnen ontstaan en nog steeds de terugschrijdende erosie, maar die stopt dan bij dat geotextiel. En daarmee blijft de stabiliteit van de dijk gewaarborgd. Dan hoop ik dat er een filmpje komt. Met geluid, dacht ik. Zonder geluid, maar hier stijgt het water dus. En hier zie je aan de onderkant. Oh. Filmpje. Ik moet een goede knopje drukken. Hier zie je aan de onderkant de pijp, het water ontstaan wat er onderdoor loopt. En van de binnenkant vandaan ontstaat er een pijp naar buiten toe. Die leidt tot na verruiming, tot het doorbreken, tot het inzakken van de dijk. Nou, dit moet geotextiel voorstellen. En we willen over een kilometer of 3 lengte langs de Nederrijnlek dat geotextiel ook gaan toepassen. Ja, we missen echt het geluid met een beetje opwindende. Dat maakt toch alles, hoor? Ja. Nou, wat we hier dan zien is het maken van het aanbrengen van de sleuf. Nou, daar wordt het geotextiel in gelaten. Dit staat schematisch weergegeven. Hè. Hoe dat moet, dat weten wij allemaal niet. We hopen dat de aannemerij dingen bedenkt om dat op een goede manier te doen. Want dat geotextiel moet natuurlijk wel
op een schone manier daarin gebracht worden. Nou, wat nu gebeurt is dat, de pijp stopt bij het geotextiel. Nou, dit was het filmpje. Toen we dit zo uitgedacht hebben, zijn we begonnen met de bijhalen van Deltares. We zeggen, joh, hoe kunnen we dat beproeven, dat idee? En we zijn begonnen met laboratoriumproeven. Werkt het op hele kleine schaal? En dat ging. Vervolgens zijn we vorig jaar naar Delfzijl getrokken en hebben we daar ook een proef gedaan in de Eikdijk die daar toen nog lag. En daar bleek ook dat het helemaal werkte. He, we hadden meer dan een week, heeft hij een veel hoger verval gekeerd dan het kritieke geval. Dus dat was eigenlijk, we waren er heel blij mee. Maar we hadden ook een negatief puntje van ja, het zandtransport bij de Eikdijk. Niet in de laboratoriumproef, maar bij de Eikdijkproef kwam niet helemaal tot stilstand. Hij bleef zand geven en de kleilaag bij het doek, die zakte in. Dus er ontstond niet de mooie evenwichtssituatie waarop wij gehoopt hadden. Maar voor ons is nog onduidelijk hoe dat zit. Hij is het ook in werkelijke omstandigheden, want dat was allemaal vers opgebrachte grond. Het is voor ons niet iets om te zeggen, nou, daar stoppen we mee. We hebben gezegd, we gaan wel verder ermee. En we durven het wel aan om daar ook dijken mee te versterken. Dus wat wij nu doen is dat wij de markt benaderen. Met marktpartijen zijn we in gesprek om te kijken van jongens, hoe kun je dit maken? Want dat moet wel heel netjes aangebracht worden. Nou, verder hebben we nog vragen over de levensduur. Hè? Slipt dat niet dicht als er verstoring in het water, de chemische samenstelling van het water komt? Ja, krijgen we daar niet het dichtslippen van het doek, waardoor het concept niet meer werkt? Nou, we willen 2 kilometer dijk daarmee gaan versterken. Volgend jaar, 2014, langs de Nederrijnlek. Daarmee hopen we een flinke besparing te krijgen. Wij denken dat we nu al besparen ten opzichte van de klassieke maatregel. En we willen verder onderzoek doen in IJzendoorn, ten oosten van Tiel, in een zomerkader waar we echt heel veel piping hebben om dat concept verder uit te testen. Hè. Dat krijgen we nu in de evenwichtssituatie wel of niet. Daar zijn we nog benieuwd naar. En verder kunnen we over het concept van piping of over het piping fenomeen kunnen we ook nog veel leren. Nou, is het pipingprobleem opgelost? Ja, we hebben 2 wegen. Wij denken dat die flink verkleind kan worden door meer te meten, meer te monitoren. Die parameters beter vast te stellen. En met die innovatieve oplossingen denken wij dat we de kosten kunnen reduceren. Ja, met een factor die veel hoger is dan 50. Dank u wel. Bedankt Frans. Daar houden we aan, factor 50. Volgende waterbouwdag zullen we dat gaan controleren. Het is nu tijd voor pauze. U mag tot 10:50 mag u zich verpozen op de tentoonstelling en proberen de zeepkistpresentaties te volgen. Want dan moet u straks over stemmen in het plenaire programma aan het eind van de middag. Veel plezier in de pauze.